Hey en welkom bij Belege Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Zullen we maar eens uitstappen, hè? Oh my. Waar zijn wij nu beland? Precies op een. Allee, kijk niet meer op die naam komen. Een trein zo. Een verlaten trein. Maar je mag clue worden. De huis zit er ook verlaten bij, hè? Een oude fabriek, denk ik. De test. Wat moet ik hier in godsnaam doen? Dat vraag ik me ook af. Een val? Het kan een val zijn. Ik moet oppassen. Nou, we moeten zeker oppassen. Aanwijzing. Waar moet ik nu heen? Er moet een aanwijzing zijn. Iets. Maar wat? Vlinder. Het origami figuurtje was een vlinder. Ja. Moet ik dus op zoek naar een vlinder? Dat kan misschien zijn. Dat je een vlinder moet zoeken. Dit is de oude Pico krachtcentrale. Ik dacht dat die verlaten was. Dat ziet er mij wel verlaten uit eigenlijk. Hoe gaan we hier binnen? Langs deze deur misschien? Oh god. De deur gaat wel open. Wil je dat die deur piept? Maar ik krijg ze weer niet open. Oh, man. Ah, deur open nu. Allee, hoor. Maar die zit goed vast. Goddie. Die deur is vast verroest. Een andere manier om binnen te komen. Och, dat is dan een vlinder. Ah, wees, ik was een vlinder en hier zit een vlinder. Misschien de vlinders volgen. Denk ik. Hop. Allee, tweede voet nog. Oh, rustig. Klimmen. En rustig klimmen, hè. Godverdomme zeg, nee, dat is moeilijk, dat klimmen. Allee, hop. Nog een stapje, voet per voet. Maar, allee, voet per voet. Ik heb het eindelijk. Eindelijk, we zijn aan een andere kant. Voilà. Hola, rustig eraf. Je wou gaan zwemmen. Ook al staat er weinig water. Een vlinder. We gaan vlinders zoeken. Fabriek. Er moet een manier zijn om het gebouw in te komen. Wel, die vlinders zoeken. Die vlinders volgen, denk ik. Denk ik, hè. Want dan... Was ook precies raar. Een vlinder als een garminkiller en... als er gaan met figuurken en aan vlinders hier. Dus dan denk ik toch dat ik mijn vlinders moet volgen. Maar ik ben er één overgeslagen, denk ik. Maar kan je? Hier moet nog ergens een manier zijn om binnen te geraken. Want ik ga niet langs de stroom, zo. Want daar zijn ik juist een gebakken kieken. Is wel lekker, maar honger heb ik niet. Dus ja. Wacht, hè. Wij kwamen van daar, hè. Hup. En je vlinder stond hier, hè. Op die steen. Denk ik, hè. Wacht, hè. Want toch van kinderen komen, hè, maat. Ik zei die vlinder niet. Godf. Dude. Terug naar ginder. En rustig draaien. Ah, dat is beter. Hier, een vlinder. Maar dan staat er hier weer geen vlinder. Dus.
Wij zitten in de puree. Ik vind geen aanwijzing of niks. Ah, hier. Toch langs een andere trek. Och, dat is een kot. Oh. Normaal gezien staat er toch ook stroom op zoiets? Denk je toch? Allee, dat denk ik, hè. Kan goed zijn van niet, maar... Als hem dat zo goed vastpakt, dan denk ik niet. Maar dat is wel iets appetant om uw broek te verliezen, hè. Zie, dat bedoel ik juist. Dat prikt, hè, man. Maar ja, dat bloed. Oké, en nu? Zullen we maar echt door blijven gaan, zeker, totdat wij zo'n vlinderke zien. Dan zitten we hier al. Ik zie recht door, dus gewoon naar hier. Concentratoren of zoiets. Elektrische condensatoren. En zo te horen werken ze nog steeds. Ja, en ze zien er ook nog steeds goed uit. Want er hangt stroom op. Dus ik kan dat niet. Is aan voelen, want. Dus dan kan ik een bakje kijken. En dat wil ik niet. Alle, hè? Oh, verdorie. Ik ben hier maar rondjes aan het lopen, hè. Toch, een kieken. Als we toch over kieken zijn, is dat geen kieken niet? Och, hier een vlinder. Oh, hier al in, hè. En nu? Is die al hier ergens aanwijzing voor van een vlinder? Och, wat is deze? Kom, open. Een kluis met geld misschien. Hopelijk zit er geld in. Allee, kom aan, doe die kluis open, zeg. Kom aan, dame. Laat uw fortbal tonen. Mij zit het precies vastgeroest. Oh, eindelijk. Dus open. Hopelijk zit er geld. Hopelijk. No, er zit toch niks in. Ja, stikjes. Wat moeten we dan mee doen? Toch niet aansteken. We moeten dat toch niet... Allee, we moeten er inkruipen, of wat? Amai. Kop goed bukken. En niet naar boven komen, nee, man. En pas op voor dat water. Amai, dat is ook klein, hè? Shit. Damn. We zitten hier opgesloten. Ja, we moeten maar verder. We kunnen niet meer terug. We zijn hierin gekruipen. Dus we kruipen verder. Allee? Ik had zelfmoord? In die pijp moeten kruipen. Dit is zelfmoord. Ja. Hopelijk om wat die pijp had. Een gevoel. Ik heb er geen goed gevoel over. Nee, ik ook niet. Het is misschien een val. Ik was weer de naam kwijt van die val. Ah. Glas. Oh, fuck, we moeten erdoor, hè. En we hebben geen keerborstel. We hebben wel stikjes. Net scheermessen. Ik kan niet meer terug. Ik moet er doorheen kruipen. Zo langzaam mogelijk. Ja, het zal wel moeten. Kom aan, zo rap mogelijk, hè. A, 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 B, vlinder. We gaan toch naar die vlinder, zo, wat. Ik zeg, er is een vlinder. Ja, gaan we een stikje pakken. Zo kan ik zien waar de frisse lucht vandaan komt. Ik hoef alleen maar de luchtstroom te volgen. Zult die vlinder moeten volgen? Ga ik naar richting de vlinder? Wacht, even stoppen. Ik ga nog even een stikje pakken, man.
dat ik nog goed zit. Kom aan. Hop. Hop, 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 hop. Ik hoop dat we die erkend van die vlinder opgegaan zijn, hè. Oh. Zeg nu niet dat we de verkeerde kant aan het opgaan zijn, hè. Ja. En die kant zeker. Au, au, au. Maar er ligt nog meer glas. Nee, ik weet dan waar we moeten. We blijven geen stokjes pakken, ze. Wacht. Hé, maar dat is ook pijnlijk, ze, door dat glas. Ah. Au, au, au. Wacht. En nu? Dat was het wat mee toe is. En wat is deze? Wacht. Van deze kant op. Au. Oh nee, nog meer glas. Maar ik zei rondjes aan het lopen, precies. Aan het krapen. Kom aan. Ja, die verliest te veel bloed. Even wachten. Dan hoor ik hierin. Oh, het is die tijdskabel. Zo. Het is juist een elektriciteitskabel, maar. Zijn we hier nog goed aan het gaan, want nu snap ik het even niet meer, hè. Wacht. Tocht. Ik voel een luchtstroom. Als ik kan uitvogelen waar hij vandaan komt, vind ik misschien een uitgang. En wat is pijn? De pijn is ondraaglijk. Ja, ik kan het wel. Wat is dat voor geluid? Ja, dat moet goed. Een maas. Ratten. Gezellig. Oh, is hij een rat? Als zij erin kunnen, kan ik ook naar buiten. Of die zitten hier ook al opgesloten. Maar ja, dat kan moeilijk, hè. Kom aan, die is daar uitgekomen. Hou vol. Ethan, kom op. Een val? Om de klote pijp. Het is mijn schuld als Sean doodgaat. Dat zit er goed in. Ik hoop van niet, maar ik denk van wel. Ik zie geen fluit hier. Dat is een lucifers. Ik zie geen fluit hier, of wat? Moeten we toch die kant op waar ik precies wil opkomen? Zo kan ik zien waar de frisse lucht vandaan komt. Ik hoef alleen maar de luchtstroom te volgen. Ik wil toch Lucifer. Oké. Okay. Wat ga ik daarmee doen? Stroom? Komt. Weet ik veel. We gaan hier. Dus ik ben hier maar rondjes aan het zien en ik weet mijn weg nu. Dat komt door dat glas. Langzaam de regen, anders val ik hier al. Langzaam zitten we. Dan wachten we hier even. Vallen, we kunnen terug verder. Kom aan. Niet flauw vallen. Vallen houden. Kom aan. Zijn we bekend door dat glas? Eén, ik zit door dat glas. Maar, als we door dat glas zijn. Is dat die glas niet? Doe me dat een glas. Zijn hier fout aan het gaan, maar dat is een glas. Ook zo voorgevoel. Toch naar hinder. Toch door dat glas. Kunnen niet anders, maar. Ik zeg, het is juist een vlinder. We moeten de vlinder volgen, hè. Om de uitgang te vinden, hè. Maar het is juist, was dat een vlinder? Maar ik weet niet dat ik die kant opgegaan ben.
Dat is de vlinder, hè? Dus, gaan we naar daar. Nu zijn we de kant van de vlinder aan het opgaan, hè? Denk ik, hè? Ik hoop dat. Ik denk dat wel. Dat we naar de kant van de vlinder aan het pakken zijn. Nee, nog zien dat we een vlinder vinden. Rustig. Het is hier al blauw. Ik denk dat ik er aan het hangen aan zijn. Kut! Shit. Mislukt. Damn. Kom aan, sta op. Rustig. Hé? What the fuck? Ik dacht dat we dood waren. Moet je rustig. Rustig. Het is mislukt. Ik kon het niet. Nou, het is zeker mislukt. Ja, dat glas. Oh, spijtig. Maar ja. Maar de rest van de video, van deze game, is voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. Tot in de volgende shit of horror game. Dag.